ieder stadsdeel en ieder dorp heeft nog om de 2 jaar zijn eigen revue. Komende maandje is Oud-Gelein aan de beurt met de revue van uiteraard Oud-Gelein. En die heet En Nu Dan. Wie wordt immers met een Venloos accent nu voorzitter van de revue van Oud-Gelein? Ja, dat is inderdaad zo. Ik kreeg altijd dezelfde vraag, ik kom niet van nee. Ik zei, nee, ik kom niet van nee. Nee, ik woon sinds 15 jaar woon ik weer in Geleen, maar ik heb toch Venlose roots. Ja, en dat blijft toch altijd natuurlijk mijn accent. En dat vind ik ook gaar niet erg. Ik ken in ieder geval platkallen, dat is in ieder geval zo. Hè? En de revue van Oud-Gelein, wat deed u dat? Ja, geweldig. Ik heb veel omzwerving gemaakt. En toen ik 15 jaar geleden kon wonen, toen dacht ik, nou wil ik eindelijk eens een keer ergens in de gemeenschap iets kon doen. Nou, en toen ben ik uiteindelijk bij de revue terechtgekomen. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om mensen te leren kennen. En bevalt me prima, ja. Een revue is behalve bekend voor de humor, maar vooral ook van de prachtige liedjes, hè? Ja, natuurlijk. Wij hebben het geluk dat Ben Erkes natuurlijk bij ons de leiding heeft over het revueorkest, maar niet alleen de leiding over het orkest. Hij schreef ook alle liedjes van de revue en dat is natuurlijk een geweldige ding wat wij voor de revue hebben. En dat maakt ook heel veel uit in onze uitvoeringen natuurlijk. Hè? En ben jij kennende Luc Ommekieke? Nou, we hebben dus gepland dus nog een 12 en 13 april en 19 en 20 april. En het gaat ontzettend hard, want wij hebben natuurlijk 6 jaar niks kunnen doen. Van 2018 de laatste. En ja, heel veel mensen die hadden nog kaarten, die zien natuurlijk heel snel gewoon inruilen. Maar de verkoop gaat hard en ik denk dat we uitverkocht raken. In het Hubertushuis, een oud geleid. In het Hubertushuis, hey, of de boer, zoals wij zeggen. En ik ben er van overtuigd. We hebben altijd gezegd, wat gaan we nu doen? Maar dat laten we nu zien in deze revue en nu. Huh? Willem, daar heb je natuurlijk wel heel veel ervaring op het podium met de Ule Belkes, hè? Ja, dat is ook. Heb ik 33 jaar gedaan. Maar ja, Ule Belkes is het anders als de revue. Maar ja, de Ule Belkes zijn eigenlijk ontstangen door de revue. Toen was Lee Bagger toen regisseur hier en moest het decor veranderd worden. En dan zag er, weet je niks, kent je niks voor de gardien doen. En ja, toen heb ik toen met Erik Den Brok de zangeres zonder naam genomen. Oud-Gelein. Zo toen is het begonnen met de kloterie. En ja, 33 jaar geduurd. Maar dat was voor deze revue, want voor deze revue was er een andere revue, hè? Ja, die was onder de auspicie van de Uelen. Er zijn toen 3 revues geweest. En in de noordrandje is deze steken gekomen. Kracht is dit nu. En ja, wie veel. Daar heb ik ook van begin af aan metgenomen. Maar ik weet niet hoeveel keer dat ik gespeeld heb, durf ik niet te zeggen. Dit is de 9e revue. En wat deed ze allemaal in deze revue? Ja. Ja, ik heb een heel lastige rol. Daar ben ik een kat, dan moet ik miauw zeggen. Dus die tekst zou ik zo erin. Maar aan één scène, daar speel ik als bejaarde. Dus daar hoef ik niet veel aan te doen. En één scène, daar ben ik opa. Dus dat zijn allemaal dingen, daar hoef ik eigenlijk allemaal niks voor te doen. Dat ben ik gewoon. Dus. En het is een revue met heel veel humor, hè? Ja, dat wel. Ja. Dat is de bedoeling van een revue. Hè. Dat is, moet een beetje gehoord worden. En dat wel bij dich? ja, dat komt van alleen. Hè. Tamara, doe schriftsmit en de revue en doe speelsmit in de revue. En hoe lang deed je dat al? Dit is nu eigenlijk mijn 3e keer. Het is de 2e keer dat ik geschreven heb. De eerste keer heb ik alleen gespeeld. De 2e keer heb ik mat geschreven, maar toen ging het niet door met de corona. En nu is het de 3e keer. Dus heb ik dingen ook nu geschreven en ik speel er nu ook mat.
Hoe heet de revue over? Over van alles eigenlijk. Hè? Over situaties die ze zo in het dagelijks leven tegenkomt. Maar ook situaties die we gewoon hebben vergroot. Dus bijvoorbeeld een dierenarts, de wachtkamer van een dierenarts. Maar ook wat de dieren dan denken op dat moment. En we gaan ook een beetje naar de toekomst toe. Wie het dan is. Kom je veel dingen tegen die typisch zijn voor Oud-Glen? Ik denk dat ze overal wel herkenbaar zijn. Uniek is dat je ook heel veel liedjes te bieden hebt. Ja. Schrijf je ook teksten voor die liedjes? Ja. Nee, dat is helemaal Ben Erkens, inderdaad. Ja, nee, dat doe ik niks met. En met de live orkest, moet je ook zingen? Ja, ook zingen, inderdaad. Het jaar. Dus dat is de eerste keer. Vreugde je zich op de revue? Ja, ik heb er wel echt heel veel zin in. En het is ook heel leuk om te zien, omdat het eerst gewoon een stukje op papier is. Maar dan nu echt tot leven komt. Dus dat is heel leuk om te zien, inderdaad. Ik dacht al, dat komt niet bekend. Ik ken ook een bekendje, zeg je al. Of hoor. Ik dacht ook, man. Ik was hier ook komen. Nee, ik kon ook niet op een volgende dag. Riet, de neugende revue, hoe is dat met deze? Wat is de spas van die revue? Alles. Bedenk ze ook zelf teksten? Nee, ik bedenk geen teksten. Kent ze het goed vinden? Ja, alleen maar goed. Kent ze het goed vinden, de teksten van anderen? Ja. En hoe gaat het nu revue over? Over wat nu en nu of wat nu. En wat is nu? Want het is de eerste revue na de... Corona, ja. En je wordt geloofd met een revue voor corona, maar toen ging het niet door, hè? Die ging niet door, nee. We waren vooral muziek, hè? En hoe zit je in Tubertushoes, een van de laatste repetities? Is het spannend? Ja, heel spannend.